ja, filmportret. Ja, wat is dat dan precies? Dus ik had er van tevoren niet heel erg duidelijk een beeld van. Dat is eigenlijk pas ontstaan toen we begonnen. Scène 1, take 2. Never net, scène 1, take 3. Mijn ouders zijn allebei dood, dus je kunt ze niet meer voor een camera zetten. We wisten ook niet hoeveel archiefmateriaal er was. Maar ik had meteen vertrouwen erin van, nou, daar komt wel iets. En het was ook, denk ik, onze samenwerking en elkaar voeden en elkaar inspireren en ideeën opdoen. En ja, daar had ik vanaf het begin vertrouwen in. We vinden een manier om dit verhaal te vertellen. Ook al zijn de hoofdrolspelers er zelf niet meer. Mijn vader was 55 toen hij overleed. Toen was ik 21, dus ik heb hem, een heel aantal jaren heb ik hem gekend. Dus mijn vader is voor mij iemand. Over mijn moeder had ik vooral verhalen gehoord en foto's gezien. En wat mij bezig hield, vooral ook omdat iedereen het er altijd over heeft, is hoe waren die twee mensen nou samen? Mijn vader heb ik gekend. Mijn moeder heb ik de afgelopen jaren best wel veel informatie over verzameld. Maar er wordt altijd gezegd dat die twee zo'n hele speciale band hadden samen. En ik meen het ook te zien op de video's die ik nu dan vind. Dat zijn hele korte stukjes. Maar ja, ik weet niet of ik het erin wil zien of dat het er echt is. Maar ik zie daar die chemie. Ik ben zo benieuwd naar wat dat was. Het was heel moeilijk voor haar om kinderen te krijgen. Ze heeft veel miskramen gehad. Ze heeft daar echt haar best voor moeten doen. Wat ik ook nog wel weet, is dat Walter graag kinderen wilde. En al vrij snel, geloof ik. En dat Tracy dat gewoon nog veel te snel vond en zich te jong voelde. En op een gegeven ogenblik wil zij dat ook. En dan heeft ze Ellen en dan zegt ze, goh, als ik dat geweten had, was ik veel eerder aan kinderen begonnen. Ja, er zitten inderdaad animaties in de film. Ik kon me daar van tevoren ook niet heel veel bij voorstellen. Maar ze zijn sowieso heel leuk. Ik moet nu aan een animatie denken. En ja, ze zijn echt heel grappig. Dus ze brengen luchtigheid erin. En wat ze ook heel mooi doen is dingen die een beetje abstract zijn of die een beetje moeilijk zijn. Overpeinzingen van mijzelf bijvoorbeeld, om daar een beeld aan te geven, zodat dat beter te begrijpen is. Als we op bezoek waren, dan zei Rezi van, dat was ook gewoon duidelijk, en ik wil meteen na het eten afwassen, want anders zit ik er vanavond mee. Het is sowieso groter, maar misschien ook wel waarder op de een of andere manier dan een fotoalbum dat je openslaat, want dat laat niet dingen zien als mimiek en beweging, en dat laat geen stemmen horen, en dat is ook heel mooi, maar voor mij is het heel waardevol om te weten op welk moment in mijn leven dat ik dan ook weer denk van, oh ja, hoe zat dat nou ook alweer? Dan ligt daar iets wat ik kan bekijken en wat me iedere keer weer op een andere manier raakt. Dat verhaal van mijn ouders, dat daar een soort van een afwegdocument van is waar ik iedere keer weer naar kan terugkeren.